Na een moeizame start tussen Kim en David tijdens hun huwelijksreis daalde de temperatuur van hun relatie bij terugkomst in Nederland aanzienlijk. Tot verbazing van velen hadden ze zelfs geen contact meer. In een café confronteert Kim David met haar ware gevoelens, waarbij ze benadrukt dat hun afsluiting niet juist was. Ze bespreken het feit dat David vaak in zijn gedachten verzonken was tijdens de reis, wat Kim eenzaamheid bezorgde na hun terugkeer. Beide geven toe dat ze niet actief contact hebben gezocht. En er ontstaat een eerlijk gesprek over misverstanden en gemiste kansen. Kim onthult dat David zelfs nooit haar nummer heeft gevraagd. Ondanks enkele gevoelens van eenzaamheid na de reis, tonen ze begrip voor elkaars perspectief. Als alle emoties op tafel liggen, lijken de donkere wolken te wijken. David toont vastberadenheid om door te gaan met het experiment en benadrukt dat hij de rust na de reis nodig had. Kim erkent dat ze David gemist heeft en suggereert dat er wellicht minder aan de hand is dan ze dachten. De mogelijkheid van een positieve wending lijkt in de lucht te hangen, met de voorwaarde dat David de volgende keer wel het initiatief neemt en Kim een belletje geeft. De vraag blijft of er nog iets moois kan opbloeien tussen deze twee, die opmerkelijk weinig schermtijd hebben gehad in het programma.